Vandaag ga ik courgettes grillen met mijn nieuwe gietijzeren grillpan. Het enige waar ik een beetje bang voor ben, dat zijn die zwarte streepjes die daar opkomen. Die bevatten zogeheten PAX. Dat zijn kankerverwekkende stoffen. Maar ik zal het zo gezond mogelijk proberen te doen. Het is bedoeld voor een Italiaanse salade. Nou, een beetje Monini olijfolie. Ja, hoeveel? Nou, ik zal het maar een beetje verdelen met zo'n kwastje. Dan het vuur. Ja, hoe hoog zet je hem? Hoe hoger je hem zet, hoe meer kans op PAX. Eerste lichting courgette plakjes. Met de mandoline op dikte gesneden. Maar ja, dit ligt er toch over elkaar heen. Dan wordt de gedeelte natuurlijk minder gaar. Je zou eigenlijk een hele grote pan moeten hebben. Nou heb ik zo'n knijper gekocht. Alleen het draaien gaat met zo'n knijper eigenlijk helemaal niet goed. Het is maar even een timeshift. Even kijken of het al gaar is. Kijk, met een vork prik je natuurlijk heel makkelijk doorheen. Dus je weet eigenlijk niet helemaal of dat nou door de scherpte van de vork komt of omdat het echt gaar is. Nou, ik neem de gok er maar op. De eerste lichting is klaar. Tweede lichting. Kijk, dat draaien gaat met zo'n vork natuurlijk veel makkelijker. Daar hoef ik die hele knijper niet voor te kopen. Dat kan natuurlijk omdat het gietijzer is. Bij tegenval is dat weer niet te doen. Derde lichting. En als je zo'n beetje schuin neerlegt, dan twee keer schuin, dan krijg je zo'n afdruk zoals op een steak. Dat is natuurlijk helemaal geen vegetarische connotatie, maar het ziet er wel leuk uit. Maar wat ziet mijn oog? Een zwart stukje. Dit is dokter Gerrit Alink. Hij is toxicoloog. Volgens hem zitten er in deze zwarte stukjes van de courgette geen PAX, maar wel andere slechte stoffen. In het algemeen zou ik, en dat geldt volgens mij zowel voor groente als voor vlees, zou ik proberen te voorkomen dat er echt zwarte kanten aankomen. En die zou ik dan toch verwijderen. Dan heb ik wat bloemkoolroosjes, die doe ik 2,5 minuten in de magnetron. Romano sla, dressing van olijfolie en wijnazijn onder meer. En dan de pijnboompitten. Pijnboompitten. Hetzelfde probleem weer, hoe ver ga je, hoe bruin bak je het, hoe ongezond bak je het. Mijn oplossing, heel veel roeren. Zie je wel, net niet zwart. Echt als een bezetene zit ik te roeren en om te draaien de hele tijd, opdat er maar geen zwarte strepen opkomen. Vindt u dat normaal? Ja, ik. Mijn slogan is toch: daar waar je het kunt voorkomen zonder al te veel moeite, lever je toch altijd weer een kleine positieve gezondheidsbijdrage. Dit is het eindresultaat. Ik heb het eerst even laten afkoelen en daarna de dressing erbij. Hoe smaakt dat? Hoe vind je het? Heerlijk.